Lieve kinderen, daar zijn we weer met een nieuwe les rekenen. Vandaag doen we blok 4, les 13. Open je werkboek op bladzijde 40. Nou, inmiddels weet je denk ik ongeveer hoe het werkt. Je kunt het filmpje pauzeren wanneer je wil. Dus ik doe de hele uitleg in één keer. Maar als je denkt van, hé, wacht even, ik moet even goed kijken, dan kan je altijd pauzeren of zelfs nog een keer hetzelfde stukje laten vertellen. Nou, we beginnen vandaag met optellen en aftrekken. En dat doen we met tientallen deze keer. Nou, je hebt het al eerder gezien, in elk geval met plussommen. Ik heb een aantal minsommen gedaan. Je ziet hier een getallenlijn waarbij we beginnen op nummer 64. Kijk maar, 60, 61, 62, 63, 64. Nou, je ziet de som die we gaan maken is 64 min 30. Dus daar gaan we dan 3 keer een stapje van 10 afhalen, want 3 keer 10 is 30. Dus daar beginnen we. 1 stapje van 10, 2 stapjes van 10, 3 stapjes van 10 en dan hebben we er 30 afgehaald. Dan kun je het getal hier aflezen. 31, 32, 33, 34. Dus 64 min 30 is 34. Nou, nu gaan we het even samen doen. Beginnen we bij som 1. Reken uit op de getallenlijn. Dan zie je de eerste som is 35 min 20. Je begint op de 35. Dan haal je daar 20 van af. 20 is, even nadenken, 2 stapjes van 10. Dus dan begin je met 10 eraf is 25. Nog een keer 10 eraf is 15. Dat is het juiste antwoord. Dan gaan we naar 97 min 40. Dan gaan we eerst naar 90. Dan tellen we 7 stapjes bij op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teken hier een stip, dat is vanaf waar we gaan beginnen. En dan gaan we er 40 afhalen. 40, even nadenken, 4 stapjes van 10. Dus daar gaan we. 87, 77, 67, 57. Dan hebben we 4 stapjes gehad. Teken het even goed op je getallenlijn en schrijf hier het goede antwoord. En dat is, kijk, goed zo. Dan gaan we naar de volgende. Daar mag je het uitrekenen. Je mag de getallenlijn natuurlijk gebruiken. Maar als je denkt, nou, ik snap hoe het werkt, dan mag je het ook zonder getallenlijn doen hier. Dus daar zie je 37 en er gaan 20 af. Dus 2 stapjes van 10. Dan ga je van 37 eerst naar 27. En dan ga je naar 17. En dat is ook het goede antwoord. Bij 59... gaat er 30 af. Dus er gaan er 3 stapjes van 10 af. Dus van 59 ga je naar 49, 39, 29. Nou, maak de andere opgave zelf. En als je er niet uitkomt, kun je altijd de getallenlijn erbij pakken. Dan zijn we gekomen bij opgave 3. Daar staat dat je hem zelf mag doen. Maar ik zal de eerste even toch samen met jullie doen. Daar zie je de som. 42 min 30 is 12. Maar je gaat het nu andersom doen. Je begint niet met de som hier strakjes. Maar je kijkt naar de getallenlijn. Dus dan kijk je, het grootste getal is 42. Daar haal ik iets van af. En dan kom ik uit op 12. Hoeveel zou dat zijn? Nou, gaan we eens kijken. We beginnen op 42. Eerste stap van 10 eraf. 32. Dan gaan we de tweede stap van 10 eraf. 22. Nog een stap van 10 eraf, dan kom je bij 12. Heb ik 3 stapjes van 10 gemaakt en dat is 30. En zo komen we op 12. Nou, hetzelfde ga je doen bij de tweede som. Dan begin je bij 85, dan gaat er iets af en dan kom je bij 65. Dus hier staat 85 min, ga je hier bekijken, is 65. Heel veel succes! Som 4 en 5 mag je ook helemaal zelf doen. Daar gaat het om minsommen. Dus je begint hier bijvoorbeeld met 60 min 20. Dan ga je 60 min 10 is 50 min 10 is 40. Als je de getallenlijn nodig hebt, mag je hem gebruiken. Als je denkt, nou, ik snap hoe het werkt, dan mag je het ook gewoon uit je hoofd doen. En hetzelfde geldt voor opgave. Opgave 6 gaat net weer iets anders. Kijk, nu gaan we eerst het antwoord op de sommen maken en dan krijgt hij een kleurtje. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar 83 is gegeven, min iets is 43. Nou, dan gaan we kijken. 83
73, 63, 53, 43. Hey, 4 stapjes van 10, dus dat is 40. En 40, ga je hier even kijken welk kleurtje heeft hij? Ah, paars. Dus dan kleur je hem paars. Bij 56 ga je hetzelfde dus doen. 56, 46, 36, 26. 3 keer 10. Je raadt het al. 30. Dus die maak je groen. Je mag ze allemaal afmaken. En kinderen die meesterwerk doen, maken ook de blauwe sommen. Heel veel succes! Bij opgave 7 ga je kijken hoe goed je het al begrepen hebt. Hier gaan we nog een keer gewone minsommen maken. Dus 78 min 20 is 58. En de laatste som is alleen voor de kinderen met meesterwerk. Maak hem even open, daar maak je de puzzel. Lees goed. Hier staat van links naar rechts. Even kijken, wat was links ook alweer? Die begint hier, naar rechts. En in de andere rij staat van boven naar beneden. Dus dan begin je boven en ga je naar beneden. Nou, dan kijk je goed naar de nummertjes. Hier zie je 1 staan. En dan staat er 60 min 20 is 42, dat wist je al. Die is hier ingevuld. Nou, dan ga je 105 min 10 uitrekenen en die ga je op het plekje van de 3 schrijven. Hier, van links naar rechts. Deze is een keersom. 5 keer 5. Dat antwoord ga je van 2 naar beneden schrijven. En je weet dus al dat het begint met 2. En dat staat op de tiental plek, dus is het 20. Nou, eens kijken of jullie eruit komen. Heel veel succes!